allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn 361ste stripvlog. Ja, ik heb voor het Brabant Stripspectakel een hele productieve periode gehad, waarin ik gewoon een aantal vlogs al op had genomen. En vandaar dat ik die gebracht had. Ja, mijn 360ste was Paul Panter. Nou, eigenlijk is dat wel een mooi album om mee af te sluiten. En misschien moet ik eigenlijk gewoon dit maar als een soort slot houden. En gewoon zeggen van jongens, ik ga met pensioen. Ik ga lekker achterover leunen. En ik ga ermee stoppen. Wat vind je? Bedankt voor het kijken jongens. Tot ziens. Oké. Ik kan jullie niet voor de gek houden. Jullie snappen wel dat ik helemaal niet ga stoppen. Dat had ik ook niet eens moeten proberen om daar proberen een grap over te maken. Want dat had toch niet gewerkt. En vooral niet, en ik ga het even optillen, want jongens, het is echt een hele zware stapel. Maar dit heb ik dus nog allemaal voor jullie om het te bespreken. En er liggen nog een paar kleintjes bovenop. Dit zijn er een heleboel. Ik heb ze niet geteld hoeveel het er zijn. Ik kan je wel vertellen, dit weegt wel een paar kilo. Het is een hele zware stapel. Er zit van alles tussen. Natuurlijk het een en ander aan strips van het Brabant Stripspectakel. Maar ook wel wat strips die ik gevonden heb bij Eppo. Dus nou, hele hoop leuke dingen om naar vooruit te kijken. Nou, laat ik dan mijn 361ste vlog niet alleen maar gebruiken om een grap te proberen te maken en een stapel strips te laten zien. Nee, laat ik ook wat van een aantal strips vertellen. Deze twee heb ik uitgekozen om nu wat over te vertellen. Moordenaar op maat en Detectives. Twee strips die iets met elkaar gemeen hebben. Namelijk, beide strips die doen me heel erg aan een bepaalde film denken. Een bepaald thema of een bepaald gegeven wat in een film zit, wat eigenlijk op een bepaalde manier weer in die strip terugkomt. Nou, laten we even beginnen met Detectives. Richard Monroe. De Detectives is een spin-off van, wat je daar al ziet, de 7 Detectives reeks van Sylvester Strips. Die heb ik al besproken. Het is een hele reeks die rondom het getal 7 gaat. En blijkbaar was dat verhaal zo goed dat Erik Hanna de vrije hand kreeg om daar een spin-off reeks van te maken. Nou, je snapt het natuurlijk al. Er komen 7 albums uit die elk over een van die detectives gaan. Nou, Miss Crumble, die je daar ziet, die heb ik al besproken. En nu is Richard Monroe aan de beurt. Who Killed the Fantastic Mr. Leeds? Dat is even het thema. Nou, om even te laten zien waar deze over gaat. En meteen ook even te vertellen aan welke film mij dit doet denken. Dit is het belangrijke moment in de film waar alles om draait. Een actrice die schiet midden in een toneelstuk op het podium voor een volle zaal. Schiet zij haar tegenspeler dood. En dat deed me even denken, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Het was de bedoeling dat zij zou schieten. Het was niet de bedoeling dat die tegenspeler ook daadwerkelijk dood zou gaan. Ondanks het feit dat hij haar slecht behandelde en dat zij eigenlijk wel redenen had om hem dood te willen hebben. Want dat maakt het dan wel even wat ingewikkelder. Dat deed mij even denken aan de film The Crow met Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee. Hij werd ook tijdens de opnames van die film doodgeschoten, terwijl er helemaal geen kogel in dat geweer had moeten zitten. En ja, dat is nooit helemaal opgehelderd. Dit mysterie wordt natuurlijk wel opgehelderd, want we hebben Richard Monroe ter plaatse die op dat moment fungeert als bodyguard voor deze actrice. En hij gaat samen met de politie aan de slag om de onschuld te bewijzen. Want hij is ervan overtuigd dat zijn cliënte absoluut onschuldig is. Maar alle bewijzen stapelen zich tegen haar op. En daarmee weet Erik Hanna in dit album echt een heel erg goed verhaal te brengen. Wat heel erg tof leest. Wat heel erg spectaculair opent. Dat vind ik dan ook alweer heel gaaf. Om te zien, Richard Monroe die aan een raam duikelt en dat blijkt dan even 47 verdiepingen hoog te zijn. Nou, hoe die dat overleeft, dat maakt het dan wel weer heel erg interessant. En ja, qua tekenwerk, de tekeningen die zijn van Nicolas Schur en de inkleuring is van Lou. Ja, de hele tekenstijl die past gewoon heel erg goed in die hele sfeer en in die hele setting van, ja, de andere albums, die ademen toch een beetje datzelfde uit. Dat iets wat karikaturale manier van tekenen. En ja, dat leest gewoon heerlijk weg. En vooral met zo'n heel goed scenario is dit gewoon echt een ontzettend tof stripboek geworden. Dus ik kan deze alleen maar aanraden. Moordenaar op maat is ook weer zo'n verhaal van een hele goede scenarist. Namelijk Wilfred Lupano, die je kent van Krassenknarren, Het Rechte Pad, ook van Sylvester Strips, die ik hier ook besproken heb. De Engelsman die niet van vuurwapens houdt. Hij doet ook een verhaal in die reeks 7. Ja,
dan weet je al meteen van goed. Qua scenario zitten we wel goed. Qua tekeningen vind ik eigenlijk dat we ook wel goed zitten. Een beetje een losse tekenstijl, losse inkleuringstijl. Een beetje, ja, niet heel netjes, maar toch wel weer heel sfeervol. En het past wel een beetje bij de rauwe setting van het verhaal. Het verhaal speelt zich af in 1900. Waarbij, en dan mag je even gaan raden, ik zal het zo meteen zeggen, maar even gaan raden nou, aan welke film ik moet denken. Waarbij een paar rijke mannen een idee hebben om een arme sloeber zijn leven te gaan veranderen. Door hem even, even te laten proeven aan het goede leven. Nou, heb je enig idee welke film ik bedoel? Dan Aykroyd, Eddie Murphy? Pay up, Mortimer. I've won the bet. Here, $1. A way took a perfectly useless psychopath like Valentine and turned him into a successful executive. And during the same time, we turned an honest, hard-working man into a violently deranged would-be killer. Trading Places, die bedoel ik. Nou, het is niet helemaal de Trading Places, want daarin waren twee personen. In dit verhaal gaat het maar om één persoon. Een jongen die die een beetje mishandeld wordt door zijn vader, die op straat leeft, die arm is. En die wordt op een gegeven moment opgepikt door die twee rijke jonge gasten. En die beloven hem van alles en die maken hem helemaal lekker en die laten hem proeven van het mooie leven. En die, maar het sinistere plan wat zij hebben is eventjes dat zij dat niet door blijven laten gaan. Het is niet zo een kwestie van, goh, we gaan deze jongen van een arm sloeber naar een rijke man maken. Nee, hun plan is om op een bepaald moment, als hij goed gewend is aan het leven, om dat af te kappen. En dan te kijken wat er gebeurt. En de wens die zij hebben, is dat zij daarmee een hele erge misdadiger gaan creëren. Dat is iemand die eigenlijk heel goed en nobel is, want daar kijken ze wel even naar. Ze stellen die jongen even op de proef door hem bijvoorbeeld geld te geven om iets te gaan halen. En ze denken van, nou, die neemt dat geld mee en die gaat er vandoor. Maar nee, die jongen die komt netjes terug en heel beleefd. En ze hebben echt zoiets van, dit is het perfecte slachtoffer voor ons. Nou, daarmee maken zij hier een heel gaaf verhaal wat heel spectaculair eindigt. De laatste pagina's van dit album die geven echt zo een idee van, jongens, kom, er moet nog een pagina komen, want ik wil verder lezen. Het wordt een compleet verhaal in 4 delen. En ik moet zeggen, ik ben echt heel benieuwd naar de volgende delen. Want op dit punt heb ik zoiets van, ze hebben al het een en ander bereikt. Hoe gaan ze nog 3 delen vullen met het vervolgverhaal? Dus daar ben ik toch nieuwsgierig naar geworden. Dus nou, wat dat betreft zeg ik, dit zijn 2 hele goede verhalen van hele goede scenaristen die ook prachtig getekend zijn. Maar in dit geval zijn het toch echt wel de verhalen die mij het meest aanspreken hierin. Ik kan alleen maar zeggen, ze liggen bij de stripwinkel. Denk je dat het wat voor je is? Ga ze daar even in kijken. Maar vooral, ga ze kopen en ga ervan genieten. En ik bedank je voor het kijken. Ik wens je heel veel leesplezier. Nou, je weet dat er nog van alles aankomt. Dus abonneer je op mijn kanaal. Deel het met je vrienden, zodat anderen die ook van strips houden en misschien nog niet weten dat ik daar video's over maak en allerlei leuke strips aan jullie laat zien, dat die ook mijn kanaal kunnen ontdekken. En ik zou zeggen, tot de volgende video!